אורנג', שניים כאלה. אחד רביון מסוכן ואחד רביון מגילות. Hier bij de bronnen van Caesarea Philippi, Matthäus 16 gelezen, vanaf vers 13, de belijdenis van Petrus. Helemaal van toepassing te worden. Thank you.
misschien koffie voor jezelf te maken. Dat was het. Ik praat nog steeds over het begin. En nu krijgen we echtparen, dus je krijgt zo'n klein appartement, zeg maar. En daar komen de kinderen. Wat doen we met de kinderen? Want de vrouwen wouden ook blijven werken. Die zijn gelijk met de mannen. Wat doe je daarmee? Wat we deden was... Thank you.
De heldere lucht boven de bergen, de geur van cederhout, wordt door de zachte wind gedragen, daar rond die stad van goud. De stenen liggen koud te rusten, zij zien al eeuwen. Mensen deze stad begeren, de pelgrim droomt hiervan. Jeruzalem, o stad van goud, de stad die God herstelt en bouwt. Ik zal jou nooit, nee nooit vergeten, jij. Het water stroomt weer uit de bronnen, de pleinen zijn gevuld. Je hoort de shofar bij de tempel, hier wordt Gods woord vervuld. Kom, neem van hier de weg nu oostwaarts, richting de Dode Zee. Langs Jericho, daar in de verte, dalen we af daarheen. Jeruzalem, o stad van goud, de stad die God herstelt en bouwt. Ik zal jou nooit, nee nooit vergeten, jij. O, er zijn er veel die jou bezingen. Ik ben maar één van hen. Toch wil ook ik mijn liefde tonen aan jou met hart en stem. Ja, als ik je naam hoor, ga ik stralen, o mooiste woonstad ooit. Ik mag mijn rechterhand vergeten, maar jou vergeet ik. Jeruzalem, o stad van goud, de stad die God.
ושעוני חושד ושעוני